boys, congrats met de nieuwe video voor jullie. Eigenlijk een intro op de video. Want je ziet nu eigenlijk mijn grote kompen als enige in beeld. En geen gameplay op de achtergrond. Dus dat betekent dat er iets aan de hand is. Maak je geen zorgen, niks aan de hand. Alleen leuke dingetjes. Maar de intro heeft even te maken met een nieuw speeltje wat ik heb. Het is technisch gezien niet van mij. Ik heb het geleend. Maar ik ben er wel blij mee. En zometeen ga je ook zien wat het is in de gamevideo hierna. Nou, dit is eventjes heel snel mijn zolder, mijn gamezolder. Wat eigenlijk ook de logeerkamer is. Even kijken hoor. Daar. Daar is het bed. Er liggen nog keyboards op. Daar 1, 2. Daar is het punt met whiteboard. Met een foto van mijn vrouw. 2 foto's van mijn vrouw. Waarom doen er 2? Ik weet niet. Kijk, ik ga stereo denk ik. Ik moet er 7 hebben, dan heb ik surround. Whatever. Dus, maar het is een beetje rommeltje hier liggen. Wat boeken daar, zie je wel. Dat is mijn greenscreen. En pas een logeergat, de vriendin van mijn vrouw. Dus hier liggen allemaal kermetjes of zo, weet ik veel. Nou, whatever. Dit is in ieder geval even snel de zolder. Normaal gesproken heb ik greenscreen achterstaan, maar die heb ik nu even opgeruimd. Morgen krijg ik een vriend bezoeken en gaan we lekker flight simulatoren. Flight simmen. Dus, Dat gaat zo gebeuren. Ik denk niet dat ik in de camera keek, want ik keek in het beeldscherm links van me om te kijken waar ik naartoe aan het wijzen was. Dus sorry voor dat, maar nu kijk ik weer in de camera, want ik heb natuurlijk alle aandacht voor jullie. Maar ik zal je niet langer ophouden. Wat ik heb binnengekregen is een controller, een PSD controller. Nou en, zou je dan zeggen, maar kijk. Een dark controller, zie je? En daar is de grap, hier en daar. De knopjes op. En voor wie niet weet wat een dark controller is, deze knopjes corresponderen met de knopjes hier. En die knopjes, één is dus in Call of Duty is het dus springen en de andere is knijven. Dat heb ik in ieder geval zo, want ik heb altijd de tactical layout. Dus dat betekent als ik op de rechterstick druk, dan ga ik niet knijven, maar dan ga ik even hurken, zou ik maar zeggen. Vind ik handig om dekking te zoeken. Maar met deze spring ik dus en met deze knijf ik dus. Nou, ik ga zo meteen een van mijn eerste gameplays spelen. Ik heb het wel heel even geprobeerd. Het nadeel is dat ik normaal gesproken, waar heb ik die dingen? Hier, deze. Control Freaks heb. Die zet ik dan, eentje zet ik hier op zo. Dit is de lage versie, maar het scheelt wel. Maar dit zijn volgens mij Xbox One sticks. Dus daar past de Control Freak niet op. Dus dat is eventjes wennen. Maar wat ik al zei, de controller is niet van mij. Hij is van Femke. Ik zal haar Twitter even in de vermelding zetten. Femke is een dame. Een girl gamer, zoals ze dat noemen. En die heeft volgens mij ook een scuff. Maar lang verhaal kort. Wij hebben wel eens contact en we gamen dat met elkaar. En ik heb al een paar keer laten vallen dat ik het toch wel een keer wil proberen. Zo'n dark controller. Dus nou zegt ze, nou ik stuur hem even op. Dan kun je het even proberen. Kijken of wat is. En ja, dat gaan we dus doen. Ik heb het natuurlijk al even geprobeerd. Het is wel even wennen, maar een van de grote voordelen, natuurlijk hoef ik jullie niet uit te leggen, is dat je kunt sowieso dubbel klikken en dan spring je, maar je kunt dan de spring vasthouden en gewoon met je duimen op de sticks gewoon blijven aimen. Dus dat is een groot voordeel, want ik had de laatste tijd mezelf aangewend om de bumper jump setting te gebruiken. Dan gebruik je deze, dus de linker bovenknop, gebruik je dan om te springen. Dus op zich gaat dat wel, hè? Dus dan doe je snel springen. Maar toch voelt het raar, waardoor ik niet helemaal lekker kan aimen ofzo. Het is een beetje moeilijk uit te leggen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of het een voordeel is. Dus ik ga nu een gameplay opzoeken. En dan gaan we zien wat het doet. Ik heb nog heel even mijn Black Ops 3 shirt aangetrokken met Jiraski natuurlijk. Op de andere kant. Jiraski. Groot fanje van Jiraski, dat wisten jullie al. Dat hoef ik geen geheim van te maken. Dus die kan ik nog heel even aan, want nog een weekje. Daarna is Infinite Warfare. En dan is het allemaal anders. Ik hoop dat ik ergens nog een shirtje kan regelen van Infinite Warfare. Infinite Warfare. Dus mocht er nog iemand weten die zo'n shirtje heeft. Nou, ik zelf een beetje gek, maar een elletje. Zal blij mee zijn. Je bedankt voor het kijken en ik zie je zo meteen bij de video. Bye bye. Hey boys, zijn we dan met de game die ik je net beloofde. Het is Domination geworden in de map Hunted. Met de nieuwe controller. Zoals je ziet, komt hij met de knopjes achterop. En met... Is het eigenlijk geen...
Nee, het is niet een spiegelbeeld. Rare opmerking trouwens. Star Controller, zie je wel. We gaan hem spelen. Ik ben heel benieuwd of ik er wat van kan pakken. Ik denk dat ik maar even met... ik ga met Kuda. Moet wel kunnen. Ik bedoel, ik wou eigenlijk met de Man of War, maar met de Man of War ga je niet lopen springen. Dan ga je alleen maar op afstand schieten. Maar dat gaan we nu doen. Dat is niet de bedoeling. Dus niet in mijn verwerter. Zoals in Katwijk zeg. Alpha lockdown. Wat zei je nou? Verwerter. Vaarwater. Niet varen wat ik varen zou ik zeggen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Zit daar. Eerst jump. Hop. No. Ja, oké. Okay. Moet wel raak schieten. Ik heb het hele huis volgespreid. Je kunt daar 200 gaatjes gaan vullen. Maar er was niemand dood. Dus dat nou. Dat, ik neem aan dat jullie dat hier geregeld hebben. Dan ga ik even zorgen dat ze hier niet de trap op komen. Dat gaan ze namelijk wel doen. Ze komen trouwens hier. Oh, wauw. Vergeet dat te springen, jongens. Dat hebben we wel heel snel trouwens. Losing A. Niet doen, niet doen, niet doen. Zit daar iemand in het raam, jongens. Zag je? Springen. Ik moet 2 keer op die knop drukken. Dat was de bedoeling. Oh ja. Ik heb geen control freak, dat is een nadeel. Hè? Dus kan ik me nog wel achter verschuilen. Oh, 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 spring. Dat is hem, jongens. Zo moet je springen. Oh, oké. Okay. Dus ik ga door de jumper jump. Double kill uiteindelijk. Stel niet als double kill, want er nog een kwartier tussen, volgens mij. Zit op Skype de boel dicht te gooien. Te chatten. Oh, daar ben ik. Ja, ik zag het wel. Soms krijg ik niet de power om te jumpen ofzo. Ik had niet gejumpt nog, dat vind ik wel raar. Eens even wennen. Zit hier die niet? Oké, okay, dan zit een sniper om me te schieten, dat is een goed idee. Springen! Is er brein met springen? Ah, dang it! Ik had geen ammo meer. Heb ik wel extended max daar of want dan zat ik dus gewoon 3-piece gehad met spring, de gekke spring. Met de nieuwe Dark Controller. Banger. Dat would be absolutely nice. Ik help je. Jongens, je staat naast elkaar, ik weet niet, maar. Oh, oh, die had ik niet moeten springen. Maar weg moeten springen, want we wel wegduiken. Maar ik dacht dat het een mooie keer was, hè jongens. Ik denk dat ze hier gaan komen, dus we doen even rustig. Ik durf niet. Ah, die staat daar nog steeds. Die staat op de camp als een mofo, man. Ik ga hem maar... ze zitten toch allemaal hier. Ik kan bijna niet anders. Ga ik ze even opkomen zoeken hier? Of is hij daarvan op de hoogte dat ik hem doe? Oké. Okay. Schiet nou. Serieus, teammate. Dat was teammate, toch? Die schoot echt 6-7 kogels mis. Het is dat hij op mij aan het schieten was. Ik was hartstikke dood geweest. Het is een probleem hier, maar... Oh, oké. Okay. Ging ik terug naar waar de granaat lag. Echt slim. Kom op, jongens. Go get him. En hij zit achter me. Ik dacht dat mijn teammates hem wel zouden hebben, want op mij liep daar achter weer een teammate, maar ze zitten gewoon op dromen soms. Moet ik zeggen. Gewoon een scheid. Dat is een nadeel. Ik snap niet waarom hier niemand iets gaat doen. Hier moet je dus niet springen, maar gewoon een headshot maken. Dit moet je wel springen, anders wordt niks. Zitten hier nog enemies?
Ah jongens, wacht hem niet op mij hoor, met de vlag pakken. Ik zorg dat er niemand op die schieter op die vlag zit dus, maar goed. Ik krijg geen punten voor helaas. Oh. Ik zeg goede kill. Oh. Ik ga het goed los, oké. Okay. Gaan we nu voor... Er zit daar iemand jongens. Heb je hem inmiddels? Ja, oké, okay, kom, gaan we op die vlag zitten. Ik hou links in de gaten, oké? Okay? Jullie rechtdoor? Iemand? Hellstorm ready, oké. Okay. Ik denk dat ik hem even op B ga gooien. Niks ermee. Ik moet even kijken welke knop ik daar nou weer voor moet hebben. Die knop is niet veranderd, denk ik toch? Ground win, oké. En ik denk dat staat op laatste nummer 1, 10 om 11. Ik dacht dat het iets beter ging, staat zelf Neggy. Maar ik heb de punten en daar gaat het om. Ja, quickscopen. En dan? Nou, dat was volgens mij dik lucky. Maar wel een dikke headshot, trouwens. I don't care. Let's go. Ronde nummer 2. Aangetoond. Wow, ik heb een raid. Ik dacht dat ik dood was gegaan. Vallen. Toch ergens punt opgepikt. Ik heb wel aangetoond dat deze controle wel helpt. Dacht ik zo, hè? Ik ga even de drukte vermijden. En ik ga eens kijken of het hier wat gaat worden. Even die rating gooien. Gooi ik in het midden gewoon. Ik dacht daar iemand. Probeer een beetje levend te blijven, dat is een beetje de bedoeling. Oké, okay, de raid pakt het leuk. Daar zit iets. Ja, dat is jammer. Ik moet hem op gaan zoeken. Mijn raid gaat echt los, jongen. Oh, ik moet even... Wow, jammer. Ik kan mijn combat focus er nog aan. Ik kan mijn raid dan nog wat mee doen. Denk ik zo. Kom, raid. Daar zit namelijk nog iemand. Dan hoor ik daar iemand. Kom jongens, pak dan deze. Kom jongens. Ah, raid is weg, oké. Okay. Hij zit daar ergens. Ik ga weg, I'm out. Hij zit namelijk daar, maar ik weet het niet. Oh, maar raid is nog helemaal niet weg, man. Oh, let's go! Geef niet. Waar is iedereen? Ze worden echt gekonschopt. Keihard, jongen. Ze komen deze kant op, trouwens. Oké, dat is een double kill. Er zat er nog een, maar die is gaan poepen, denk ik. Ik weet niet of je hem maar ziet. Geef niet. Holy shit. Ik weet niet waar ze zijn. Holy shit, ik heb ook wel veel geluk. Even kijken hoor. Oké, help. Oh, triple kill. Nou wil ik mijn raid halen. Nu wil ik hem nog een keer halen. Kom op. Gaat niet meer lukken denk ik, want... Kom op jongens, pak die. En raid. Tweede raid jongens. Maakt niet uit. C pakken ze. Oef, wat een B-score. What the fuck? Voor mij hè? Ik bedoel jongens, laten we... Jongens, niet doen. Niet. Ik heb nog iemand. Nee, dat had ik niet moeten doen. Stom. Zit iemand achter jongens? Ik weet niet. Is die ook weg? Ja, die is al weg, hè. Ah, good enough. Good enough, vind ik. Defending. Defend B. Laat ze B eraf voor schieten. Nee, toch? Zo,
Ah. Er zat er eentje in het raam. Oké, die stonden elkaar te verdedigen. Erg aardig van elkaar. Even kijken waar het allemaal zit. Het moet allemaal hier zitten. Wow, die raid gaat weer los, joh. Ah, kijk. Die had ik niet gezien. Oh, die zit in het water. Nou, dat is een goede dekmantel. Dan ga ik hier een pakje dood. Hoe moet ik het aanpakken? Komt die hoek op aan? Ik denk dat ze inmiddels gewoon naar binnen zijn gegaan ofzo. Dan zit hier iemand ergens, maar ik weet niet waar. Roundwin, oké. Was een beetje zoek het laatste stukje. Maar 37-16 gegaan. Is voor mij heel erg goed. Dus ik heb ook wel aangetoond, denk ik, als je kijkt naar de kills die ik maak. Met het gemak waarmee ik spring en toch kan aimen. Dat die dark controller, met die knopjes hier. Ja. Dat dus helpt, hè. Dus ik ben heel blij. Femke, nogmaals bedankt dat ik hem mag lenen eventjes. Dark controller, als je hem ziet. Je maakt het super spul, man. Het werkt echt heel erg chill. Dus wellicht als kerstcadeautje. Wie weet, wie weet, wie weet. Jongens, bedankt voor het kijken. Duimpje op. Two raids, hè. Daar heb ik gewoon een paar duimpjes van voor verdiend, toch? En dan zie ik jullie snel weer terug. Bye bye.